Vandaag gaan we kijken hoe het ervoor staat met de halve maan en de baron. Ook is er onderhoud aan verschillende horecapuntjes waar we zeker even een kijkje gaan nemen. En vorige week had ik met jullie afgesproken om voor eens en altijd het kwaad te verweren uit de Efteling. Dus ook daar gaan we even kijken. Welkom bij Eftalk, mijn naam is Michelle. Ik heb er weer heel veel zin in, dus laten we snel gaan beginnen. Vandaag lekker dicht bij de ingang. Ik heb begrepen dat er weer wordt gedaan aan het Grand Hotel. Ik ga er dus eerst even kijken. Daar gebeurt inderdaad weer van alles. Wat het precies is, ik heb geen idee, maar ik zie wat paaltjes uit de grond gekomen. Er is een hoop gebeurd in een week tijd. Goed om te zien dat ze weer wat aan het doen zijn. Van het Grand Hotel ga ik naar het Sprookjesbos. Ook daar is een hoop nieuws. En ik begin bij het paddenstoelenparcours. Dat begint eindelijk een beetje vorm te krijgen weer. Dat begint inderdaad langzaam vorm te krijgen. De stelen van de paddenstoelen die staan er. En op de grond ligt een bruggetje die waarschijnlijk over een riviertje heen gaat. Het begint ergens op te lijken. Vanaf hier ga ik naar het Herautenplein. Ik ga even kijken hoe het er daarvoor staat met het onderhoud. Maar ook zijn ze zich bezig geweest met de gevels van de kleine klaroen. Er weer netjes uit. Het Herautenplein is, zoals ik had verwacht, zeker nog niet af. Wel is aan de overkant van de klaroen het onkruid weggehaald. Ik verwacht dat ze daar komende week gras gaan leggen. De fontein is ook nog niet af en er staan nog steeds allemaal bouwhekken. Begin juni gaat dus zeker niet lukken. Ik sta hier bij mevrouw Holle. Het muurtje bij de poort was daar kapot. Die hebben ze weer gemaakt. En ik denk dat ze bang waren dat er weer mensen tegenaan zouden rijden, want ze hebben er nu hekken omheen gezet. Ik weet niet of het blijvend is. Ik hoop van niet, want heel mooi vind ik het niet. Maar het is in ieder geval een oplossing. De trollenkoning is er eventjes niet. Ik denk dat hij het te warm vond. Of hij is op vakantie. Ook de trollenkoning heeft natuurlijk af en toe behoefte aan een beetje rust. Ook de nieuwe kleren van de keizer zou dicht zijn. Daar ga ik ook nog even kijken. Ik denk dat ze kleren op waren. Het is ineens heel warm in Nederland. Sommige mensen slapen daar nogal moeilijk voor. De reus van Klein Duimpje heeft daar een prima oplossing voor gevonden, zo te zien. Die heeft een plekje in de schaduw van het Sprookjesbos gevonden, waar hij heerlijk de slaap in kan halen. Gelukkig is Klein Duimpje er nu ook niet om hem wakker te houden. Ik denk dat hij ook ergens een siesta aan het houden is. Het sprookje van de kleren van de keizer is toch weer open. Gelukkig maar, want ze wil natuurlijk zoveel mogelijk sprookjes in het Sprookjesbos. Sowieso is het met deze warmte een heel goed idee om even door het Sprookjesbos te wandelen. Het is lekker koel, je hebt natuurlijk veel bomen en dus ook veel schaduw. En het is echt wel een stuk beter te doen hier dan in de rest van het park. Vanaf het Sprookjesbos ga ik even door naar de stoomcarousel. Deze is vanaf volgende week in onderhoud. Hij wordt dan niet alleen aan de buitenkant verbouwd, maar ook de binnenkant is helemaal dicht. Ze gaan de looprail vervangen. Dit duurt van 19 juni tot en met 21 juli. Als je wil gaan, ga dan dus deze week nog even. In de dioramahal is het best lekker koel. En het is hier nu in ieder geval behoorlijk rustig. Wat misschien ook wel fijn is op zo'n drukke dag als deze.
dat was de stoomcarousel. Ik begreep van Koshira op Twitter dat de regen het weer doet in het Sompenwoud. Ik kan er natuurlijk naartoe gaan en beelden laten zien die ik vorige week ook al heb laten zien. Want ik denk dat je de regen vrij slecht ziet op beeld. Maar dat wordt een beetje eentonig, dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga nu wel naar het Anton Pieckplein. Op het Anton Pieckplein is natuurlijk het Poppentheater tegenwoordig weer open. In de eerste show van het Poppentheater zit het ballonnenvrouwtje. Het ballonnenvrouwtje stond echter hier voor de oude marskramen. Nu hebben ze die verplaatst naar deze plek, voor het theater, op het Anton Pieckplein. Wat mij betreft een stuk logischer. Vanaf het Anton Pieckplein ga ik door naar het Reizenrijk alweer. Afgelopen week zou de Scirocco in onderhoud zijn. Maandagochtend, op het moment dat het park werd geopend, zag ik al een melding langskomen dat het onderhoud was afgerond. Dit is niet helemaal het geval. De attractie is niet dicht geweest. Het onderhoud is verplaatst naar de week van 19 juni. Dat is dus over een week. Je kan er deze week dus nog in. Wel is er gewerkt aan de vijven rondom de Scirocco. Ik ga even kijken of ik daar wat kan zien. In de vijver rondom Scirocco lag heel veel vuil. Ik weet niet of je het goed ziet op de beelden, maar het is nu in ieder geval weer weggehaald. En het ziet er weer een stuk beter uit. Ik heb zin in een rotje vogelrok, dus die ga ik even... Het verhaal van het lelijke jonge eendje, het kuikentje dat tussen de andere eenden zit en door iedereen lelijk gevonden wordt, maar uiteindelijk verandert in een mooie zwaan. Hij zwemt hier rond in de Gondoletta-vijver. Deze gans heeft in ieder geval een goede manier gevonden om zichzelf koel te houden. Dan de baron. Vorige week gaf ik aan dat hij weer in storing was. Net nadat ik klaar was met filmen voor die video, werd bekendgemaakt dat er een tijdelijke oplossing was waardoor de baron toch weer kon draaien. Hij doet het nu dus ook weer. Wel is het een tijdelijke oplossing. Ik verwacht dus dat er binnenkort nog een onderhoudsperiode aan gaat komen. Voorlopig kunnen we er in ieder geval weer van genieten. Gaan we naar de Halve Maan. Op de route van de baron naar de Halve Maan komen we langs visrestaurantje De Meermin. Deze wordt verbouwd, er komen nieuwe koelingen en er wordt iets gedaan met de uitgiftebalie. Ook wordt er grondig schoongemaakt. Het onderhoud zal duren tot en met volgende week vrijdag, 16 juni. De Halve Maan staat volledig in de stijgers. Ze hebben het probleem gevonden. Dit zou helemaal bovenin moeten zitten. Het lijkt dus serieus te zijn. Voorlopig staat er nog steeds een einddatum van 21 juni gepland. Maar het is nog steeds onder voorbehoud en het kan vermoedelijk nog steeds veel langer gaan duren. Vorige week gaf ik al aan dat deze week de tufferbaan in onderhoud zou zijn. Dit is nog steeds zo gepland en zal dus voorlopig zoals het er nu uitziet ook doorgaan. Tot en met vrijdag is die dus dicht. In het weekend kun je er wel gewoon weer in. Dan neem ik jullie mee naar Joris en de Draak. Er staan palen rondom de draak Etna. Deze zijn geschilderd en zien er nu uit alsof ze verbrand zijn door de vlammen van... Anderrijk. De afgelopen tijd is de Efteling daar bezig geweest om een warmte-koude installatie te installeren. Deze zal vanaf na de zomer gebruikt worden en zal het gasverbruik met ongeveer 20% omlaag moeten brengen. De installatie wordt gebruikt voor het verwarmen en verkoelen van Fata Morgana, het theater, het Kran Hotel, Fabula, Dans Macabre en Frau Bolteskuche. Ook zal het gebruikt worden in Aquanura. In de winter zal de vijver hiermee verwarmd worden, waardoor hij niet bevriest. In de zomer zal hij gekoeld worden, wat afvorming tegengaat. Klinkt als een goede investering. Ik denk dat dit ook de reden is waarom de afgelopen tijd de weg op het Fata Morganaplein open heeft gelegen. En dan nog ander nieuws vanuit het Anderrijk, of eigenlijk vanuit het nieuwe themagebied Huivenwoud. Het toiletgebouw dat daar in juli geopend zal worden, zal genderneutraal worden.
Het gebouw zal worden opgedeeld in twee ruimtes, waarvan één met urinoirs en één met hokjes. Echter zullen er geen genderaanduidingen opkomen. Mochten mensen dit toch een beetje ongemakkelijk vinden, kunnen zij gebruik maken van alle andere toiletruimtes in het park. De Efteling is voorlopig niet van plan om hier aanpassingen aan te doen. Vorige week gaf ik aan dat ik van plan was om naar de mini-Efteling te gaan, volgende week. Inmiddels is dit bevestigd door de mini-Efteling. Ik ga er dus naartoe en ik zal zeker een verslag doen in mijn video van volgende week. Ook hadden we het over de NFT's van de Spookslot Metaverse. Daar wordt nu op gefraudeerd op OpenSea, de marktplaats waar deze te koop zijn. De Efteling waarschuwt, de NFT's zijn alleen beschikbaar op een bepaalde pagina en worden aangeboden vanuit een adres waar bepaalde codes in staan. Dit is echt te moeilijk voor mij om uit mijn hoofd te leren. Maar al deze informatie is terug te vinden in het artikel van Loopings, waarnaar ik zal verwijzen in de informatie onder deze video. Verder is de kaartverkoop gestart voor de documentaire van het Spookslot. Deze zal 2 september getoond worden in Theater De Leest in Waalwijk. Er is een show om 1 uur en eentje om 7 uur. De show duurt 2 uur en 20 minuten en kaartjes kosten 15 euro. Ook hier ben ik bij met F-Talk, dus ik zal ook kijken of ik hier een verslagje van kan doen. Maar dat duurt nog even. Kaartjes zijn dus te koop. Ik zou zeggen, zorg dat je er zelf bij bent. Dan ga ik nu naar de Piranha. Dat is sowieso niet heel erg met het weer, maar ik heb ook nog wat te vertellen daar. De waterval die vlak voor het fotopunt staat in de attractie, heeft een paar weken uitgestaan, maar nu is die weer open. Dat was de Piranha. Ik was net zeiknat, maar het droogt vrij snel, dus het ergste is alweer weg, geloof ik. Mocht je nou ook echt heel nat willen worden, kun je beter niet in de Piranha gaan zitten. Maar de Piranha heeft ook de waterspuwers, waar ik al eerder over verteld heb. Ze zijn op 2 plekken, eentje naast de wachtrij en eentje op de brug tussen het Piranhaplein en het pad van Joris en de Draak naar Fata Morgana. Als je nou die waterspuwers pakt die naast de ingang staan, die spuit ook over de attractie heen. Degene dichtbij de ingang spuit best hard en dan word je best wel heel snel heel nat. In de video van vorige week had ik voorgesteld om 2 uur met z'n allen af te spreken bij de show van Dans Macabre, om samen de angst en het kwaad te verjagen uit de Efteling. Laten we even terugkijken. Nu heb ik een leuk idee bedacht. Ik ga ervan uit dat de mensen die naar mijn video's kijken allemaal mensen zijn die de Efteling een warm hart toedragen. En wij willen natuurlijk niet dat de Efteling zoveel pech heeft. Dus waarom gaan we niet met z'n allen de angst en het kwaad verweren? Laten we allemaal komende zaterdag 10 juni om 2 uur verzamelen bij de show van Dans Macabre. Om daar samen met Otto en Virginie de angst en het kwaad voor eens en voor altijd te verdrijven uit de Efteling. Zodat we deze pech niet meer meemaken. Dat willen wij toch niet? Bij de inhaling van de auto. Ik ga niet meer kijken. Mensen, hebben we de angst en het kwaad nu voor eens en altijd uit het park verweerd. Iedereen die gekomen is om hierbij te helpen wil ik van hartelijk bedanken natuurlijk. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze video. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even op het duimpje, vergeet niet te abonneren en druk ook even op het belletje. Verder wil ik jullie herinneren
aan de Q&A special op donderdag 6 juli. Heb je nog vragen? Stel ze hieronder in de comments. Ook wil ik jullie nog één keer verwijzen naar mijn socials. Ik heb een Facebook, een Twitter en een Instagram account. Verder is er nog de podcast, elke maandag tot en met zaterdag, met het laatste nieuws vanuit de wereld van de Efteling. En sinds deze week heb ik er ook nog een TikTok account bij, waarop ik de shorts van mijn video's zal delen. Wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Hopelijk zie ik jullie donderdag bij mijn nieuwe video. Doei, Jokie!